Ja, ik ben vandaag bij de oevers langs de Waal in Nieuwaal. Ik heb zometeen een afspraak hier met Adi en Henja. Die komen vertellen wat ze voor een bijzondere hobby hebben. En dat is best interessant. Daar staan ze dan, Adi en Henja. Ik zei al net, een heel bijzondere hobby. Vertel eens, wat doen jullie? Wij doen waaljutten en in het dorp jutten. Dus al het vuil dat mensen weggooien, dat proberen wij op te ruimen en te verzamelen. Ik denk dat heel mensen het woord waaljutten nog niet kennen. Maar het bestaat er al een tijdje, hè? Ja, het bestaat al een tijdje, ja. Ja, het is van de gemeente uit, werden er per dorp waaljutters gevraagd. En omdat wij het zelf... Eigenlijk sinds dat wij een honden hebben, het al deden langs de Waal met uitlaten van de honden. Toen namen wij zelf het vuil mee en stopten we thuis in de container. Alleen ja, later werden er waaljutters gevraagd en nu wordt het opgehaald. En dan wordt het van de gemeente, nemen ze het mee. En wij krijgen jaarlijks een bedrag ervoor, een vergoeding. En die mogen wij wegschenken aan een vereniging. Ja, daar heb ik iets van gehoord. Waar gaat het geld naartoe? Dit jaar gaat een groot gedeelte naar de jeugdmuziekdag Bommelerwaard. Die is binnenkort in Aals, dacht ik. Ja, 16 maart. Ja. Maar jullie vinden heel veel. Vind je ook heel veel bijzondere dingen? We vinden wel eens bijzondere dingen, maar het grote geld waar we op hopen is er nog steeds niet. Maar we hebben tijd geleden een keer een arm gevonden van een paspop. Dat vonden we wel iets heel bijzonders, ja. Ja, je zou er bijna iets van denken, dan schrik je daar niet, ja, misschien is het echt. Ja. Toen we het zagen, toen schrokken we wel even, ja. Maar het viel mee, gelukkig, ja. Hoe lang doen jullie dit eigenlijk al? Oh, al een jaar of, 12, voor de gemeente denk ik een jaar of 4, 5. Ja, zoiets denk ik, ja. En zelf doen we het al wel een jaar of 12. En elke dag? Van maandag tot mijn vrijdag. Ja. Zo, er gaat heel veel tijd in zitten. Ja, behalve met veel wind. En regen, dan doen we het niet, maar anders doen we het dagelijks. En dan proberen we ook de dijk schoon te houden. Tussen Gameren en Nieuwal en van Nieuwal een stukje naar Zuilichem. En zo proberen we ons steentje bij te dragen. Ja. Voor de mensen die niet weten hoe groot het is een behoorlijke lengte. Een paar kilometer, denk ik. Ja. Maar we pakken iedere dag een ander stuk. Ja. En je blijft fit bij. En blijven fit bij. We moeten toch honden uitlaten, dus het komt allemaal mooi, past allemaal mooi in elkaar. Hoeveel vuil zullen jullie in de loop van de jaren wel niet opgehaald hebben? Ik zou het niet weten. Ik weet alleen die meneer van de gemeente die het ophaalt. Ja. Want stel je voor, als je een heel groot stuk vindt, wat doe je dan? Want dan ga je niet mee sjouwen. Nee, dan bellen we naar de gemeente en dan hebben we een nummer en die meneer die komt het even voor ons ophalen. Ja, maar ze zijn ook wel eens van het Stadsbosbeheer. Zijn we ook wel eens gegaan. Ja, bij het Stadsbosbeheer, omdat ze bij de putten, een eindje verderop, hadden ze de inventaris van een café-bar neergedumpt. En toen hebben we het Stadsbosbeheer gebeld en toen is daar een jongen gekomen en die heeft alles mee opgeruimd. Koffiemachine, geluidsmachine, lichten. Alles was aanwezig. Draaitafel, alles was aanwezig. Maar het is heel mooi en heel veel waardering voor het werk van jullie. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, bedankt nog en ik hoop dat jullie dat nog heel lang kunnen blijven doen. Dat hopen wij ook. Dan blijven we fit, hè? Dan blijven we fit. Mooi zo. Okay.